Welkom bij Smart Education en de Smart Education podcast. Beste luisteraars, vandaag hebben we Mark Schmid, founder van Sonoskills, te gast. Welkom, Mark. Dankjewel, jongens. Mark, we zijn heel blij dat je er hier weer eens bij bent in Vlaanderen. We hebben jou vandaag uitgenodigd om eens een podcast op te nemen, nadat we al verschillende opleidingen samen hebben georganiseerd. Want jij bent natuurlijk de man die in Vlaanderen de echografie gaat bekendmaken. Het is te zeggen, de bedoeling toch, dat we bij musculoskeletale gezondheidsmedewerkers gaan proberen om hen het nut van het gebruik van echografie bij te brengen. Misschien is dat meteen ook al een vraag die je kan stellen, Mark. Kan jij eens aangeven wat de meerwaarde kan zijn voor iemand die in de musculoskeletale gezondheidszorg werkt? Wat is de meerwaarde van het gebruik van echografie in je klinische setting? Zeker, Stijn. Fijn trouwens om hier te zijn en dat ik dit mag uitleggen, want in het buitenland, in de omliggende landen, wordt echografie al veel toegepast binnen het musculoskeletale domein. In België zijn we onlangs ermee begonnen en zien we dat er ook een groei is van de interesse. En ik begrijp het wel, omdat namelijk echografie heeft mij allereerst als persoon zijnde een stuk slimmer gemaakt over de zin en onzin van klinische testen. Ik denk dat het je een enorm inzicht geeft in de anatomie, functionele anatomie. En hoe complex, maar ook tegelijkertijd hoe fantastisch het lichaam wel niet is. Maar ik heb ook geleerd dat diagnostiek helemaal niet zo gemakkelijk is. Echografie is voor mij een tool wat ik diagnostisch toepas. Ook nog om een paar andere dingen, die ga ik zo meteen nog kort toelichten. Maar de diagnostiek is zo complex dat je niet alleen op fysieke testen eigenlijk kunt afgaan. Alleen fysieke testen geeft niet het volledige antwoord. Ik denk om de puzzel compleet te krijgen, wil je ook meer inzicht hebben in de details van de pathologie. Maar goed, het is niet alleen diagnostiek. We kunnen het ook gebruiken voor informatieverstrekking. We kunnen het gebruiken voor de patiënt te motiveren. Je kunt het interventioneel gebruiken. Biofeedback, dry needling. Nou, er zijn eigenlijk, ja, ik kan hier eigenlijk een uur over praten. Dat merk je al. Ja. Ja. Nee, wat ook fijn is, wat de luisteraars misschien ook wel eens mogen weten, is dat jouw interesse in de echografie eigenlijk zijn oorsprong kent in Vlaanderen. Een beetje omdat jij eerst aan de VUB nog een tijdje gestudeerd hebt. Dat klopt. En dan daar ook is jouw interesse in de functionele anatomie van het menselijk lichaam gegroeid door het uitvoeren van dissecties, het werken op kadavers. Klopt. En na die ervaringen heb je je passie voor de menselijke anatomie niet meer losgelaten, denk ik, en wat dan uitgemond is in het omarmen van de musculoskeletale echografie. Dat klopt, ja. Nee, dus de tijd aan de VUB was echt fantastisch. En ik heb daar inderdaad veel snijzaalonderwijs moeten volgen. En toen wilde ik gewoon zien, ja, hoe ziet dat er nou in plaats van in vitro, hoe ziet het er nou in vivo uit? En zo ben ik vanuit de anatomie eigenlijk in de echografie terechtgekomen. Dus daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ja, ja. Wel, het is zo dat we nu sinds september 2017 samenwerken met Sonoskills. Met Smart Education. Nu hebben we dat in een andere vorm gegoten. Dat heet dan Echografie Vlaanderen. We bereiken op die manier ook niet alleen kinestherapeuten, maar ook sportartsen en chiropractoren. Nu, wij willen blijven inzetten ook op deze opleiding, op deze innovatie, want dat is het toch wel. En wat ik ook daar heel belangrijk bij vind, en ik zou ook graag hebben dat je daar iets over vertelt, is de manier waarop dat die scholing georganiseerd wordt. Jullie hebben een fantastisch e-learning platform ontwikkeld, wat het de kans geeft aan de deelnemers, geïnteresseerde deelnemers, om... Ik ga het u zelf laten uitleggen, want jij kan dat veel beter. Nee, dus we hebben inderdaad een fantastisch e-learning platform ontwikkeld. Dat hebben we kunnen doen omdat we actief zijn met Sonoskills in 27 landen. Dat betekent dat doordat we op zo'n grote schaal werken, kunnen we ons ook veroorloven om te investeren in een heel goed product. Dus we hebben het allemaal professioneel opgenomen. En dat betekent dat mensen toegang krijgen 1 jaar lang. Als ze de cursus volgen, 1 jaar lang tot de e-learning, krijgen ze de theorie thuis. Ze bereiden zich voor.
hebben ze het bestudeerd en op hun eigen momenten, op hun eigen snelheid, nog eens even terugspoelen, nog eens kijken. Dan komen ze daarna naar de workshop, gaan we hands-on oefenen. Aan het einde van de opleiding kunnen ze nog heel veel momenten weer terugkijken van al hetgeen dat ze hebben geleerd. Wij vinden dat heel erg belangrijk, omdat echografie heel complex is, maar tegelijkertijd super fascinerend. En wat je eigenlijk wil, is zoveel mogelijk hands-on uren. En door de theorie te verplaatsen in een professionele videocontentvorm, schept dat heel veel hands-on tijd in de cursus. Dus onze cursussen zijn ook daardoor met name hands-on. Mensen zijn gewoon lekker aan het werk. Ja, nu, dat brengt mij ook bij het volgende. Je hebt dat al een paar keer aangegeven, het is best wel complex. Kan je eens iets meer zeggen over de leercurve? De leercurve die je gemiddeld ziet bij mensen die aan de slag gaan met echografie. Ja, nou, als ik zeg best wel complex, dan bedoel ik niet dat het niet te leren is. Het valt heel goed te leren. Het enige is dat het enige scholing vraagt natuurlijk, maar ook een stukje ervaring. Dus wil je echografie toepassen zo af en toe eens in de 2 weken, dan kun je het misschien beter niet doen. Maar als je het op wekelijkse basis gaat toepassen, dan kun je het heel goed en ook in een aantal maanden goed leren. De leercurve die ontwikkelt zich. En dat wordt zeker als je dan ook nog vervolgopleidingen natuurlijk doet. Als je je laat coachen, als je samen met mensen oefent. Als je online natuurlijk research doet naar pathologie, casustieken bijvoorbeeld. Maar het is iets wat heel erg goed te leren valt. Gemiddeld genomen denk ik dat nadat je de opleiding gedaan hebt, dat je in een 4 tot 6 maanden echt goed op die gewrichten waarop je goed hebt gestudeerd, dat je daar echt goed mee uit de voeten kan en het gewoon kan gebruiken in de klinische praktijk. Ja. Wel, je hebt daar ook al eens het woord laten vallen, pathologieën. Dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag. Misschien kan je enkele voorbeelden geven van pathologieën waarbij wij als musculoskeletaal gezondheidsprofessionals eigenlijk perfect zouden kunnen echografie gaan inschakelen, gaan inzetten in onze dagelijkse praktijk. Ja, en wat daaraan gekoppeld, wat dan ook de meerwaarde is voor de patiënt. Ja, precies. Ja. Dus laat ik allereerst zeggen dat wat een heel mooi gewricht is om te scannen, is bijvoorbeeld de schouder. Mm-hmm. En in het schoudergewricht, natuurlijk met de rotator cuff, kunnen veel problemen ontstaan. Supraspinatus is natuurlijk de bekendste. En met echografie kunnen we inderdaad de kwaliteit bijvoorbeeld van de supraspinatus zien. Is er sprake van een tendinopathie of is er sprake van een partiële ruptuur? Waar zit die partiële ruptuur? Is die meer articulair of is die meer aan de basale zijde? Nou, dat bepaalt een stukje prognostiek, want de articulaire partiële rupturen hebben een minder gunstige prognose dan de basale partiële rupturen. Dat kun je met een anti-can-test of andere testen, fysieke testen, klinische testen, niet eruit filteren. Mm-hmm. Maar het bepaalt wel al zeker de prognose voor de patiënt. Vandaag had ik nog iemand die had een complete ruptuur van de supraspinatus. En die vroeg zich af, kan het nog geopereerd worden? En dan kun je ook een patiënt heel snel zonder al te veel omwegen bij de juiste mensen aan tafel krijgen. In dit geval ging hij naar de orthopedische chirurg toe. Ik weet niet, is dat een beetje wat je bedoelt? Ja, verder trouwens nog denk ik dat het inderdaad ook goed helpt dat door mensen te visualiseren het probleem, dat ze echt veel beter begrijpen wat er aan de hand is. Het educatieve inderdaad achter. En dat daardoor ook mensen veel beter hun oefeningen gaan doen en ook veel beter hun leefregels volgen die de therapeut of de arts met ze heeft besproken. Ja, ook een meerwaarde voor de therapeut is dan natuurlijk die boeiende menselijke anatomie veel beter kunnen gaan begrijpen, visualiseren. Precies. Ja, we worden ons ook veel meer bewust van het feit hoeveel anatomische variaties er bijvoorbeeld wel niet zijn. En die anatomische variaties spelen ook een rol in een stukje pathologie of in klinisch redeneren. Je wordt echt een stuk, vind ik persoonlijk, slimmer van echografie, omdat je namelijk een bril voorgeschoteld krijgt, of moet ik zeggen, een plaatje voorgeschoteld krijgt. En waarbij je nog beter leert, wat kan ik en wat kan ik niet. En daarmee wordt ook je succesratio als therapeut of arts een stuk hoger. Mm-hmm. Ja,
Wat ik ook al eens vaak hoor terugkomen bij onze cursisten, is ja, wanneer men zo aan de slag gaat met de e-learning en de eerste hands-on trainingen, fantastisch, nu wil ik ermee verder aan de slag gaan. Maar dan botst men al eens tegen de mogelijke hindernis van, kijk, een echografietoestel, wat moet dat zoal kosten? En zijn daar ook vaak heel veel vragen rond die in de cursus gesteld worden. Wat kan je daarover vertellen? Want wat is er allemaal op de markt? Ja, dus die markt is ontzettend in beweging. De technologie gaat heel snel. Je kunt echoapparaten kopen van 1000 tot 100.000 euro. Daar zit alles tussen. Ik denk dat binnen de fysiotherapie of kinesietherapie of de geneeskunde in de eerste lijn gebruiken ze meestal apparaten die liggen tussen de, laten we zeggen, tussen de 10 en 25.000 euro. Mm. Iedere euro die je spendeert, daar koop je diagnostische accuratesse mee. Dan wordt het apparaat beter en dat schep je ook een tool, een werktuig wat je kunt gebruiken in de praktijk, wat jou helpt om de patiënt beter te helpen. Mm-hmm. We kunnen heel erg naar op die prijs focussen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is te benoemen dat ja, veel mensen kopen bijvoorbeeld ook een loopband in de praktijk of een home trainer. Daarmee investeer je in de kwaliteit van de praktijk. Mm-hmm. En ik zie dat met een echoapparaat eigenlijk hetzelfde. Je koopt een stukje kwaliteit. Mensen vinden het fantastisch, ze voelen zich goed onderzocht. Ze zeggen ook van ga naar die praktijk, want daar kunnen ze in je lichaam kijken. Ze snappen het beter, ze hebben gewoon een succeservaring. Ja. En ik denk dat het ook een hele mooie investering is in de praktijk. Ja. Waar de trend trouwens naartoe gaat, is steeds kleinere apparaten. Ik denk in de toekomst gaan we ook allemaal op een gegeven moment handheld of tablet-based werken. Ik moet zeggen, er zijn al apparaten te koop die handheld of tablet-based zijn. Ik vind de diagnostische accuratesse of hoe goed de apparaten zijn nog niet optimaal. Ik denk dat het een proven concept is en dat het steeds, het heeft nog wat doorontwikkeling nodig. Dus dat is iets wat de komende jaren gaat gebeuren. Ja. Dus ik denk dat er veel innovatie eigenlijk aan zit te komen. Ja, nu helemaal akkoord hoor. En voor mezelf ook even zeggen dat het een boeiende en uitdagende trip is geweest of avontuur. Die opleidingen zelf mee volgen, zelf mee aan de slag gaan. Klopt. Ja. Nu, we stellen ook wel vast dat België of Vlaanderen lichtjes achterop hinkt in deze trend, hè, of in het gebruik maken van erg toegankelijke en niet-invasieve beeldvorming, want dat hebben we nog niet benoemd. Hè. Echo is gewoon heel handig, niet-invasief, meteen te gebruiken. Wat heeft nog niet echt zo zijn intrede gemaakt bij ons in vergelijking met onze omliggende landen, zoals Nederland, maar ook de UK en zo verder. Ja. Hoe zie jij dat evolueren? Of welke... Precies. Ja, dat is een interessante vraag. We zien dus inderdaad dat Nederland, UK, Scandinavië liggen daarin voor. België loopt daarin inderdaad achter. De exacte reden weet ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar ik denk dat, voor mijn optiek, denk ik dat de apparaten worden steeds goedkoper, steeds beter. De software wordt steeds vriendelijker. Ik denk dat kinesisten bijvoorbeeld het heel goed kunnen leren. Ze hebben de tijd, ze hebben verstand van klinisch onderzoek, ze hebben verstand van klinische relevantie te bepalen. Ze kennen hun anatomie vaak heel erg goed. Dus ik denk dat een kinesist of bijvoorbeeld ook een sportarts bij uitstek geschikt is om dit te doen. Dus de competenties zijn er. De apparatuur is er en is beschikbaar en zal alleen maar meer beschikbaar worden, want de prijzen worden alsmaar lager. Dus op een gegeven moment worden ze ook steeds meer beschikbaar voor een groter publiek. Ik hoop gewoon dat we een aanzet hebben gemaakt en dat het nu langzaam gaat lopen. Mm-hmm. Want ik denk echt dat het de kwaliteit van de beroepsgroep echt ten goede komt. Ja, ik denk dat we gewoon samen moeten verder blijven timmeren aan de ingeslagen weg. Ja. Nu, om eens te eindigen met een heel andere vraag, Mark. We weten dat jij al van 2010 gestart bent met Sonoskills. Ja.
intussen al een steile, ook een steile, niet een steile leercurve, maar een steile groeicurve hebt gemaakt. Ja. Actief in 25 landen. Ja. Een heel team van expert trainers die dat wereldwijd gaan geven. Mm-hmm. En dat blijft maar verder voortduren. Je bent ook... Je hebt al een aantal artikels gepubliceerd in peer-reviewed journals binnen de MSK Ultrasound. Je schreef ook een boek over scanning guidelines. Mm-hmm. En dan las ik ook op de website van Sonoskills dat je naast dat alles ook nog graag reist. Mm-hmm. Maar ook, en daar was ik toch wel wat van verwonderd en daar wil ik absoluut iets meer over weten, jij had ook van het brouwen van je eigen bier. Maar... Ja, precies. Ja, wanneer gaan we dat eens mogen proeven? Ja, dat is een goede vraag. Sonopils. Sonopils? Die moeten we inderdaad nog maken, ja. Nee, dus ik hou inderdaad van bier brouwen. En ik ben wel van de Belgische bieren. En ik probeer het inderdaad enigszins te kopiëren. Ja. Maar dat wil nog niet zo goed lukken, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Maar, het is nog niet op de markt. Dit is nog niet op de markt, wil ik jullie niet aandoen. Maar met ook daarbij geldt de leercurve. En je blijft gewoon proberen. En ik heb er plezier in. En ik word steeds beter erin. Ja. En ik hoop ooit nog eens een keer een mooie Sonopils op de markt te brengen. Maar ja, ik drink graag bier en ik maak het ook graag. Dus, Dat gaan we onthouden voor als we straks iets gaan eten. Nu, als je zelf geen opleiding geeft, ik kan jou ook mensen aanbevelen die opleidingen geven rond bierbrouwen. Ja. Dus misschien in plaats van eens even 2 dagen hier cursus te komen geven, koppelt er misschien ook eens zelf even. Lijkt me een uitstekend plan. Opleiding volgen, ja. Moeten we maar eens mogelijk maken. Goed, Mark. Alvast bedankt voor deze podcast. We gaan stilaan afsluiten. Ik denk dat we onze luisteraars toch weer al wat inzagen hebben gegeven in de wereld van de echografie en de mogelijkheden ervan. En we hopen ook iedereen hier nu aan het luisteren is op die manier ook wel wat aangezet hebben om er meer over te weten. Dat kan uiteraard via onze website. En ik dank je nogmaals voor de aanwezigheid en we zien elkaar binnenkort weer eens terug. Dank u wel. Dank je.